SBS6 is naarstig op zoek naar nieuwe presentatoren van HLF8. Van alle namen die rondgaan is Mona Keizer veruit de meest verrassende. Het lijkt er echter op dat zij het toch niet gaat worden, zegt Angela de Jong in de nieuwste aflevering van de AD Media Podcast. De tv-columniste heeft gehoord dat ze bij de zender toch niet zo enthousiast zijn. Mona heeft een screentest-proefopname moeten doen en die is niet goed verlopen, zegt Angela. Ik hoor in ieder geval dat Mona Keizer de screentest niet zo heel erg goed was, dus dat die het naar alle waarschijnlijkheid niet wordt. Haar AD-collega Dennis Jansen, nou, dat hoeft niets te zeggen, hè, want voor een talkshow hoef je niets te kunnen, toch? Hahaha. Manuel Venderbos, presentator van de AD-podcast en sinds dit jaar te zien als invaller bij Shownieuws, op welk niveau zit ik dan? Want ik word niet eens gevraagd. Het lijkt erop dat Manuel zich behoorlijk gepasseerd voelt. Ik weet van niks. Ik ben niet gebeld en ik heb niet een screentest gedaan zoals Sam Hagens en Mona Keizer. Blijkbaar willen ze een soort belegen afro-service salon maken. Dan snap ik wel dat ze mij niet bellen. Angela, zo. Zou jij nog een contract hebben zodra deze podcast uitkomt? Collega Marcus den Blanke, ik denk dat het klaar is. Haha. Angela, zo. Ehem, oké. Angela denkt dat Manuel misschien invalpresentator wordt. Nou, jou bellen ze en dan zit je er 's avonds. Jij hoeft geen screentest te doen waarschijnlijk. Mona lijkt het dus niet te gaan worden. Marcus, de screentest was net zo goed als het met het CDA gaat. Daar is nog een fractie van over. Angela, we gaan het wel zien. Ik ben benieuwd. Ik vind het knap dat ze er nog steeds mee door willen überhaupt. De mogelijke aanstelling van Mona wordt vandaag ook besproken in een andere podcast, namelijk Weer een Dag. Hierin zegt Gijs Groenteman, hoe is het ooit zo gekomen dat ze denken dat Mona Keizer een talkshow moet presenteren? Collega Marcel van Roosmalen, ik weet niet hoe het gegaan is. Mona Keizer is gezegend met een ingebouwd bord voor haar kop. Dat is ook haar ondergang geworden als politica. Ze kon niet verder kijken dan het directe applaus, ik weet ook niet hoe dat mens het wil combineren, want ze heeft een hele roedel kinderen. We'll be right back.